Ja, dat is niet best. Koen, kan dat ook ermee te maken hebben dat misschien beleggers dachten, ach ja, Trump roept wel vaker wat, maar nu die voet bij stuk lijkt te houden in deze dagen, dat ze daar toch van schrikken? Nou, we hadden zo langzamerhand alle onrust rondom China niet meer ingeprijsd. We gingen er eigenlijk wel vanuit, met alle commentaren die er uit Washington kwamen, dat ze er echt bijna waren dat dat handelsakkoord binnen handbereik was. En dat bleek het dus niet te zijn. En dus moet je die onzekerheid opnieuw inprijzen. Hoe groot is die onzekerheid? Ja, dat is juist het probleem. Dat weten we niet. Want het kan best zijn dat het een onderhandelingstactiek is en dat we eind volgende week gewoon een handelsakkoord hebben. Of we kunnen nog een maandenlang gaan voortslepen met tarieven van 25%. Dan hebben we wel een probleem en dan moet die beurs weer een stuk terug. Ja, ja, dus de inprijzing moet eigenlijk weer opnieuw een beetje beginnen. Ja, ja, en China heeft natuurlijk ook last ervan, hè? Dat is duidelijk. Hè? De export is gegroeid, maar veel minder dan verwacht, Koen. Dus China heeft hier ook daadwerkelijk wel echt last van. Ja, maar je ziet dat die import juist wel weer stijgt hè, in China. Wat ook wel weer een gevolg is van de stimuleringsmaatregelen die China heeft genomen in januari. Recentelijk, afgelopen week, maandag, maakt ze bekend dat ze ook de reserves die de kleinere banken moeten aanhouden omlaag schroeven. Met andere woorden, ze stimuleren wel heel erg. Dat lijkt intern effect te hebben. Beide landen hebben er last van, ook Trump. Want Trump, niet zozeer economisch, maar hij kan er wel politieke schade door oplopen als hij nu geen deal sluit. Dus beide partijen. Laten we over de waan van de dag heen stappen, die stip op de lange horizon hebben die je als belegger moet hebben. En dan denk ik dat dit gewoon een blip is, net zoals dat we in het vierde kwartaal een blip hebben gehad.